komen in verband met de uitslag over het psychiatrisch onderzoek. Hallo. Dan zou ik vandaag dus u... Hallo, meneer. Hallo. Meneer. Ja? Hoort u mij? Oh! Sorry, ik heb mijn leesbril op, dus ik zag het niet zo gauw. Komt u maar even verder. Sorry. En dan zetten we de stoel even hier neer. Neemt u plaats. Nee, dank u wel. Ja, nou, ik zeg... Als u even wilt wisselen. Oh, natuurlijk. Even wisselen, graag. Neem me niet kwalijk, hoor. Ja. Sorry. Oké. Gaat u zitten. Zo. Wat komt u voor? Is dat ook een van uw patiënten? Zegt u het maar. Ah ja, ik moet vandaag even terugkomen in verband met de uitslag van een psychiatrisch onderzoek. Zou vandaag een uitslag zijn van een psychisch onderzoek. Ja, juist, vandaag, ja. Moest ik vandaag even terugkomen over de uitslag. Juist, ja, begrijp ik. Zou vandaag van een psychisch onderzoek. Zou vandaag een uitslag zijn. Moest ja, ik vandaag even terugkomen. Ja. En ik denk, dan ga ik vandaag verlangen dat ik toch vandaag terug moet komen voor dat psychisch onderzoek. Juist. Het is een onderzoek dat zou psychisch zijn. En dat zou begrijp, vandaag dus dat, terug dat, moeten komen. Ja, dat begrijp ik. Zou vandaag dus de uitslag van zijn. Een spiegisch onderzoek. Vertelt u mij nou maar gewoon even, wie bent u? Nou, ik ben dus dat mannetje dat vandaag moest terugkomen voor de uitslag van een spiegisch onderzoek. Ja. Zou vandaag de uitslag zijn? Ja. Ik heb het nu wel begrepen. Oh, omdat u het vroeg. Hoe is uw naam? Muizenbal. Hoe? Muizenbal. Gewoon muizenbal. 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 Ik heb het. Muizenbal. 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 Hallo met Muizenbal. Muizenbal. Muizenbal, wat maakt u? Ah, meneer Muizenbal. Ja, kom muizenballetje buiten spelen. Nee, muizenballetje is er niet. Muizenbal. Muizenballetje. Muizenbal. Muizenbal. U heet dus Muizenbal. Ja, hoe is u dat? Meneer Muizenbal. Ja. Is het muizen of muizenbal? Het is muizenbal. Juist. Muizenbal. Vroeger was het muizenbal. Muizenbal. Maar toen hebben we kat genomen, nou is het muizenbal. 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 Ja, oké, ik heb het nu opgeschreven. Vertelt u eens even. Hallo. Ja, muizenbal. Meneer, waar woont u? Ah, ik woon thuis. Woon ik. Ja. Dat begrijp ik wel, maar waar staat uw huis? Oh, dat staat bij mij in de straat. Het is een lang, dun huis. Ja, dat hebben ze bij mij in de straat. Dat staat bij u in de straat. Nou, straat. Ik zeg nou straat, maar als het is een weg. Is het nou een straat of een weg? Het is eigenlijk, als je binnenkomt, denk je nou, is aardig straatje, maar het is een weg. Het is duidelijk een weg. Zegt u nog een keer straat of een weg? Het is een weg. Hoe heet die weg? Straatweg. Als u nou even rustig antwoord geeft op mijn vragen en even luistert wat ik u zeggen wil. Wij zijn namelijk tot de slotsom gekomen dat u een gespleten persoonlijkheid heeft. Zo. Wat bedoel u? Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Een gespleten persoonlijkheid. Hoe kan dat inregenen, denkt u? Nee, kijk eens, u kan dat natuurlijk allemaal niet zo weten. Nee. Maar u ziet het nu fysisch. Ja. En u moet het psychisch zien. Zo. U hebt een tweede ik. Tweede ik? Uw persoonlijkheid is gespleten. Hebt u daar nou nooit iets van gemerkt? Nou, ik heb met de kerstdagen een bad genomen. En toen meende ik in de spiegel op mijn rug een soort van split te zien. Misschien dat dat... U zit het weer fysisch te bekijken, meneer. Het heeft er niets mee te maken. Het is waarschijnlijk volgens ons een soort van jeugdtrauma. Oh. Heeft u een trauma uit uw jeugd overgehouden? Nee, alleen een paar schoolschriften en een voetbalfluitje. Meneer Muizenbal. U bent niet bepaald het type dat het zwarte garen heeft uitgevonden, hè? Nee, dat was mijn broer. Dat was mijn broer, daar ben ik niet geweest. Maar waar is mijn broer? Wacht eens even, dan zullen wij het eens hebben over uw broer. Oh, dat is mijn broer. Die lijkt veel op mijn zusters, mijn broer. Juist. Wat heeft uw broer nou nog meer uitgevonden behalve dat zwarte garen? Het klosje. Oh, dat klosje waar je dat garen dan zo op kunt wikkelen. Hoe bedoel u?
Hij heeft een klosje uitgevonden en daar wikkel je dan dat zwarte garen om. Oh, dat is niet eens zo'n gek idee eigenlijk. Ja. Zal ik eens tegen hem zeggen, dat is niet eens zo'n gek idee. We zullen nog eens doorgaan over uw broer. Ja. Heeft hij nog een uitvinding gedaan waarvan je zegt, nou, dat is wel vermeldenswaard? Nou, hij heeft toevallig van de week heeft hij een uitvinding gedaan. Dat is een uitvinding. Ja. En daar kan je mee door de muur kijken. Zo. Daar kijk je mee dwars door de muur. En wat is dat? Een raam. Wat doet u nou? Ik hang even naar buiten. Lekker weer buiten. Wat een mensen. Meneer, er is helemaal geen raam. Nee, is waar. Doe het maar weer dicht. Ja, zo komen we er niet. Ik moet u proberen aan uw verstand te brengen dat u soms uzelf niet bent. Kijk, nou, dat zou niet meevallen. Nee, luister nou. Uw hoofdpersoonlijkheid is Muizenbal. Dat ben ik, Muizenbal. Muizenbal. Ja, hoor maar alsjeblieft. Hè. Maar daarnaast heeft u nog een tweede persoonlijkheid. Laten we die voor het gemak eens even Smit noemen. Hè? Mijn melkboer? Oh, die mokken niet bij hebben. Nee, dat vind ik niet nodig. Ik vind, die zet iedere dag de kanen melk neer. Maar verder nee, moet ik er niet bij mijn melkboer. Leven hebben. Vind ik niet nodig om daar de melkboer bij te halen. Hallo, we noemen hem De Bruin. De bakker mokken helemaal niet bij je. Die mokken helemaal die laaien lichten. Die legt toch iedere dag al het verkeerde brood nee, in. Nee, je begint ik helemaal. Die mokken die hebben, moet ik er helemaal niet bij hebben. Hallo, meneer Muizenbal. Meneer Muizenbal. Ja. Bedenkt u zelf wel eens een naam dan? Kootje Bruinbrood. Kootje Bruinbrood. Goed, dan noemen we die tweede persoonlijkheid Kootje Bruinbrood. Kootje Bruinbrood. Nou is het psychisch gezien heel goed mogelijk dat die Kootje Bruinbrood bromfietsen steelt terwijl u daarbij bent. Ik ken Kootje Bruinbrood helemaal niet. Nee, maar Bruinbrood zit bij u van binnen. Nou snap ik wat u bedoelt. Ik denk, wat zou u bedoelen? Maar dus u hebt een... Een lintworm.